Maar wat is volgens de heer Paternotte de reden dat de zogenaamd brekende fossiele subsidie het hardst zijn gestegen het afgelopen jaar? Heer Paternotte. Wacht even, wat zei de heer Omtzigt? Waarom zijn de fossiele subsidies zo hard gestegen het afgelopen jaar? Ja, dat. Voorzitter, de fossiele subsidies qua structuur zijn juist teruggedrongen met miljarden. Die zouden veel hoger zijn geweest als er geen beleid was geweest. En ja, dan zijn er economische ontwikkelingen die dat maken. Maar feit is dat die fossiele subsidies in de basis op dit moment een stuk lager zijn dan een aantal jaren geleden. Heer Omtzigt. Ze zijn hoger geworden. En fors ook. Dat heeft te maken met de berekening. De fossiele subsidies gaan ervan uit dat iedereen het hoogste tarief betaalt. En wie betaalt in Nederland het hoogste tarief? Dat zijn de huishoudens en MKB'ers. Die betaalden aan het begin van deze kabinetsperiode 40 cent belasting over een kuub gas. En volgend jaar betalen ze 71 cent, inclusief BTW. Dat is bijna verdubbeld. En als je nou zegt dat iedereen die minder betaalt daar een subsidie over krijgt, dan nemen de subsidies toe, omdat ze betalen nauwelijks iets, die grote bedrijven, ze nu 71 cent subsidie volgens die berekeningen krijgen. Kent de heer Paternotte enig ander land dat de gasbelasting op 71 cent of hoger heeft vastgesteld? Heer Paternotte. Voorzitter, de heer Omtzigt vroeg het eerder ook vandaag of je precies één ander land met bepaalde belastingtarieven. Ik weet niet precies de energiebelastingtarieven in alle verschillende landen in Europa. Wat ik wel weet is inderdaad dat energiebelasting ongelooflijk degressief is. Hoe meer je gebruikt, hoe minder belasting je betaalt. En dat noemen we inderdaad een fossiele subsidie. En waarom? Omdat als je daar een tarief hebt dat veel vlakker is, je natuurlijk een veel grotere prikkel hebt om te verduurzamen. Moet je overigens wel die ondernemers gaan helpen om te zorgen dat ze bijvoorbeeld van het gas af kunnen en op het energienet kunnen worden aangesloten. Dat is een belangrijke voorwaarde en daarom moet ook dat geld uit het klimaatfonds worden doorgezet. Maar wij doen vandaag een voorstel om het energietarief voor de allergrootste verbruikers, dus dan hebben we het over de twee bovenste schijven, om dat te verhogen. En dat inderdaad terug te geven in de onderste schijf bij de kleinverbruikers inderdaad, de kleinverbruikersaansluiting. En de huishoudens. En dat is een goede manier om en fossiele subsidies af te bouwen en ervoor te zorgen dat mensen ook meer in de portemonnee krijgen. Ik zou heel graag daar met u op samenwerken. Tot slot, de heer Omtzigt. Ik zie het graag tegemoet, maar ik probeer aan te geven dat de gasrekening volgend jaar weer fors stijgt en waarschijnlijk uitkomt boven het energieplafond voor nieuwe contracten. En voor mensen met een laag inkomen is het helemaal geen mogelijkheid om te zeggen ik ga mijn huis isoleren voor 10.000 euro of meer. En als ze een huurwoning hebben, moet de verhuurder, sorry dat ik even naar links kijk, moet de verhuurder er ook maar even zin in hebben. Dus als hij daar geen zin in hebt, dan heb je daar niet zo heel veel aan, zeg ik maar. Dus mijn vraag is, welke boodschap heeft D66 aan mensen die in oude, tochtige huurwoningen wonen, die volgend jaar zien dat hun rekening voor gas dubbel zo hoog wordt als die 3 jaar geleden was? En dat komt vooral door de gestegen belastingen en niet door de gestegen gasprijs. Die is weer terug naar op de termijnmarkt naar ongeveer 38 cent vandaag. Dus de meerderheid is belasting dat je betaalt. Wat voor een boodschap en wat voor een perspectief heeft D66 voor die groep mensen? Want de grote ondernemingen krijgen subsidies. Maar er zijn nog heel veel huizen die nog niet geïsoleerd zijn. Heer Paternotte. Ja, voorzitter, twee dingen. Allereerst, en het helpt toch het meest op de korte termijn, een verlaging van de energiebelasting in de onderste schijf. Daar hebben die mensen direct iets aan. Die hebben er zelfs het meeste aan, omdat ze inderdaad ook relatief het meeste gebruiken ten opzichte van hun inkomen. Dus dat is een heel effectieve manier om hen te helpen. Waar je uiteindelijk natuurlijk echt mee geholpen bent, is als je huis goed geïsoleerd is en je die warmtepomp hebt. Daarom willen wij zo'n nationaal isolatieoffensief. En we weten, en dat zien we ook, dat het helaas net in die bestaande bouw natuurlijk te traag gaat met die verduurzaming, met het isoleren, met het zorgen voor die warmtepompen. Maar dat is wel waar de echte oplossing zit. Want dat zagen we ook in de tijd dat die prijzen door het dak gingen. Ja, wie zaten er het allercomfortabelst bij? Dat waren mensen met een volledig verduurzaamd huis. Dus laten we er nou voor zorgen dat we echt alles op alles zetten om zo snel mogelijk op het punt te komen. Dat ook mensen in sociale huurwoningen, die oude tochtige huizen, dat we niet meer naar die voorbeelden hoeven te wijzen. En dan weer moeten gaan helpen met energietoelagen, of zoals wij nu doen met het verlaging van de energiebelasting. Maar dat we hen gewoon een schoon, duurzaam en zeer betaalbaar huis geven. Want schone, duurzame energie, dat zal nu, is nu al het goedkoopste, maar dat zal op termijn zeker het goedkoopste en het meest berekenbare zijn. Heel kort nog. Voorzitter, het streven delen we. En overigens zijn de sociale huurwoningen in Nederland beter geïsoleerd dan de private huurwoningen. En daar zit niet zo'n klein beetje verschil tussen.
Maar daarna streven, daar hebben die arme huurders op dit moment niks aan. Want die hebben niks om een huurkorting af te dwingen. Die hebben niks om, die hebben de komende maanden en jaren gewoon een hoge stookrekening. Die hebben niks, die vinden het leuk dat ze over 5 jaar geïsoleerd worden. Maar hoe moeten ze de komende 5 jaar de rekening betalen? Kunnen ze, heeft u iets voor die mensen wiens huis niet geïsoleerd wordt? Dank u wel, de heer Paternotte. Voorzitter, ik wil in ieder geval vaststellen dat volgens mij na deze terechte punten die de heer Omtzigt hier maakt, hij er niet onderuit kan om mede-indiener te worden van ons amendement om die energierekening voor die mensen te verlagen door fossiele subsidies een stukje af te bouwen. Dat moeten we hier toch in ieder geval samen kunnen doen, want dat is het meest concrete wat we hier kunnen doen. Als hij zegt, ik wil nog iets anders doen, specifiek gericht op die groep, wetende inderdaad dat er veel huurhuizen zijn waar die verduurzaming te langzaam gaat, ja, dan kijk ik daar met veel belangstelling en open naar. En dat meen ik. Heer Van Hagen, groep Van Hagen.